Daar gaat hij. Is dat hem niet? Nou, dat is hem, ja. Dat denk ik wel. Prachtig. Volgens mij is hij dat hem. Hij gaat zo mooi, ja. Ja, mijn oma is oma Miep. En die is 91 jaar, wordt dit jaar 92 met de kerst. Ja, mijn oma is een groot fan van één bijzonder vliegtuig, de Emirates A380. Hij gaat zo mooi in de lucht, zo rustig, niet veel geluid, happy. En ik zie hem zo sierlijk gaan. Oh, prachtig. Ik ben er gewoon weg. Ik heb jullie geschreven omdat mijn oma een lastig jaar achter de rug heeft. Ze woont hier al 60 jaar, meer dan 60 jaar, met mijn opa. En het afgelopen jaar is mijn opa naar een verzorgingstehuis gegaan. Dat moest ook en dat vindt ze zelf ook. Ja, dan moet je meer leren leven. Maar goed, dan denk ik, ik zit wel alleen, maar hij is er nog. Toevallig gaat aanstaande zondag mijn nichtje naar Australië. En mijn oma gaat dan mee naar Schiphol om haar uit te zwaaien. Nadine. Hey, goedemorgen. De floor manager. Hey. Loop je even mee? Ja, doe ik. Ja. Dus ja, dat vliegtuig van dichtbij bekijken, dat zou ze echt fantastisch vinden. Heb je het idee dat ze al iets vermoedt? Nee, totaal niet. Denk om je spullen, kijk uit. Hoe leuk dat we haar dan zo kunnen verrassen. Ja, superleuk. Ja. Oh. Heel erg leuk. Ja. Hallo. Ja. Is jij er ook nog? Goedemorgen, goedemorgen. Hoe is het met u? Tijd niet gezien. Dag mevrouw. Dag. Ik ben Nadine. Ik heb een verrassing voor u. Gaat u met ons mee? Ja, dat doe ik. Ja. Daarachter ziet u een klein wit staartje. Ja. Dat is van dat hele grote vliegtuig, wat u zei, de A380. Hier staat hij. We mogen naar beneden. We mogen naast het vliegtuig staan. Oh, wat een grote! Jemus! Wat een vleugels! Wat een wijdte! Oh, abnormaal! Ja, hij is wel machtig, hè? Oh, is dat ook nog een raampje daar? Dit is zo onwijs groot. Ken ik erin? Ken ik erin? Hartstikke bedankt, jongen. Gefeliciteerd, oma. Was hartstikke leuk. Ja, dat vond ik ook. Prachtig. Ja.